keer heb ik een ontzettend leuk filmpje voor jullie met een kleurtechniek. De ene keer is die natuurlijk wat uitdagender dan de andere keer, maar deze techniek is echt superleuk en snel om toe te passen bij je klant. Wat ga ik doen? Ik ga heel veel highlights trekken met een coupselijnmuts, met tegelijkertijd een balayage en een moneypiece aan de voorzijde. Waarom doe ik het nou met een coupselijnmuts? Omdat ik het zelf gruwelijk vind om 101 folies te zetten. Ik ben er gewoon heel lang mee bezig en met de muts is het gewoon heel erg makkelijk. Dit is de muts die je nodig hebt. Het is van het merk Comair. Het is van een stevige siliconenbasis. En daarin ga ik een gedeelte uitknippen. Dat zien jullie allemaal in het filmpje. Maar nu zie ik jullie al denken, hoe kom ik aan zo'n muts? Nou, heel makkelijk. Druk op onderstaande link. Dan kan je voor €17,50 een coupselijnmuts kan je bestellen. En daar krijg je dan bij 3 zakjes Snow White van Kiss. En elk zakje heeft 50 gram. Dus 150 gram in totaal. En daar kan je echt je klant kan je daar wel mee kleuren. Nou, zijn jullie voor de rest nieuwsgierig? Kijk dan gauw naar mijn volgend filmpje. Hier zien jullie alvast het eindresultaat. Zoals jullie kunnen zien, bovenop heb ik een mooie balayage zitten. Aan de voorzijde is de voorste pluk in zijn geheel geblondeerd. En aan de zijkant en aan de achterkant heb ik mijn coupselijnen in zitten. Een hele makkelijke techniek met een mooi natuurlijk verloop. En nou, ik zeg, gauw kijken dat filmpje en gebruiken in de salon. Want het is een zo makkelijke, leuke techniek om te gebruiken bij je klant. En het is ook weer eens een keer wat anders. Een leuke naam voor deze techniek is topless muts. Ik neem jullie mee stap voor stap in deze techniek. Het begint allemaal met de ouderwetse, dikke, stevige coupselijnmuts. Wanneer je de coupselijnmuts opzet, dan ga je naar het midden van de wenkbrauw. Die geef ik dan ook aan met een markeerstift op mijn coupselijnmuts. Vanuit daar ga ik naar het hoogste punt van het hoofd. Ook daar zet ik een stip. Daarna maak ik een verbinding met al mijn stippen en dan zie je dat er een vlak ontstaat. Wat ga ik namelijk doen? Ik ga dit vlak uitknippen. Want dat geeft mij de vrijheid om bovenop het hoofd iets van een balayage techniek te plaatsen of hele slasjes van folies. Het is maar net wat jouw wens is en die van de klant. Met een oude kappenschaar, let op, niet met een goede, maar met een oude kappenschaar, knip ik het vlak uit mijn coupselijnmuts. En dan zie je dus dat ik een opening krijg in die muts. Kies de juiste coupselijnmuts voor je klant, de juiste maat. Kies ook de juiste maat haaknaald, want hoe fijner de haaknaald, hoe fijner de lokjes. Wanneer je de muts herbruikt, doe er dan altijd wat talkpoeder in, dat het haar ten alle tijden er goed doorheen glijdt. Want dat is heel belangrijk. Wanneer ik dan het haar ga afdelen, ga ik terug naar dezelfde punten. Dus het midden van de wenkbrauw, hoogste punt van het hoofd. En dat gedeelte zet ik dan ook vast met een elastiekje. Wat ontzettend belangrijk is, is dat in alle tijden het haar zacht en soepel is. Ik gebruik nu de Glam Shine van Kiss, een heerlijke olie om het haar soepel en zacht te maken, dat het ook makkelijk door de muts heen getrokken kan worden. Als bij mij de klant in de salon komt, zal ik dan alle tijden het haar wassen, goed conditioneren, feunen, lekker wat olie erin en vanuit daar ga ik dan pas mijn lokjes trekken. Want je wil niet de klant pijn doen dat het moeizaam gaat en dat het een glitmassa wordt. Nu kan je ook zien, de staart bovenop steekt eruit en voor de rest heb ik alle vrijheid om mijn coupselij te plaatsen. Nu kan je verschillende kanten uit. Ik wil best wel een wat blonder eindresultaat bereiken. Dus aan de zijkant plaats ik 1 gaatje, 1 rijtje. Dus elke keer sla ik 1 gaatje over en 1 rijtje. Dan weet ik dat ik best wel wat blond krijg, maar dat er toch nog wat natuurhaar doorheen gaat. In de onderpartij wil ik het wat natuurlijker hebben. Wil ik iets meer dat er natuurhaar in zit. En dan ga ik vanaf het achterhoofdbeentje om de 2 gaatjes, om de 2 rijtjes. Op die manier weet ik dat er iets meer natuurhaar in blijft en dat het aan de onderzijde ook ietsje donkerder blijft. Maar hier heb je natuurlijk alle vrijheid in. Je zou het ook kunnen omdraaien dat je bovenin juist wat minder plaatst en aan de onderkant wat meer.
Ik wil best wel veel highlights zien aan de voorzijde aan de contourrand. Dus ik kies er nu ook voor om elk graadje te trekken. Zoals je kan zien, de ene keer is hij wat fijner, de ene keer is hij wat dikker. Op die manier krijg ik een speling in mijn highlights. Deze zijpartij plaats ik exact hetzelfde als aan de andere zijde. Dus het is één gaatje, één rijtje wat ik constant oversla. Let nu wel op dat de hoeveelheid of de dikte van je lokjes hetzelfde zijn als aan de andere zijde. In een relatief korte tijd heb ik nu al mijn highlights heb ik erin zitten. Nou, wat is nou het voordeel? Ik weet zeker dat ik geen blondeer krijg die uit mijn folie gaan lopen, dat ik vlekken krijg. Ik kan in één keer mijn blondering opzetten, dus ze krijgen ook allemaal dezelfde tijd mee. Dus voor mij persoonlijk is dit echt een win-win situatie. Ik werk met Kiss met de Snow White en ik werk met 9%. Jullie kunnen zien, ik gebruik nu een klein zakje. Dat is voor mij ideaal, want je weet precies dat er 50 gram in zit. En dat is ook de hoeveelheid die ik nodig heb. Ik gebruik hem nu 1 op 2, zoals ik net al zei, met 9%. Maar let op, ik werk op een dolhead. Op een klant heb je misschien wel 6 of 3% nodig. Kijk naar het haar en kijk waar je op wil eindigen. Ik zet al mijn highlights in één keer in, van aanzet tot punt, want dat is ook het grote voordeel van je koepselijmuts. Wanneer ik dan alles heb ingezet, dan zorg ik er wel voor dat vooral de onderzijde, het natuurhaar, afgeschermd wordt. Ik doe dit heel makkelijk door folie eromheen te knijpen, dat ik zeker weet dat de blondering het natuurhaar niet raakt en dat ik ook geen vlekken krijg. Het bovenste gedeelte dek ik dan ook af met folie, zodat ik de vrije hand heb zo dadelijk, daar waar ik mijn balayage wil plaatsen, dat het ook niet op de rest van mijn blondeer komt en dat ik dan ook weer vlekken krijg. Dus goed afdekken voordat je doorgaat met de bovenkant. Ik kan natuurlijk de bovenkant op verschillende manieren inzetten. Ik kan ervoor kiezen hele slices met mijn folies te plaatsen. Ik kan ervoor kiezen om met staartjes te werken. Maar ik kies er nu voor om het af te delen in passées. Om mijn aanzet één keer te duperen en dan de lengtepunten in te zetten als een balayage. Dat vind ik juist het mooie van deze techniek, dat ik onderin heel veel highlights heb en dan bovenin toch het balayagegevoel wat we nog steeds zien in het huidige modebeeld. Wanneer je dan je passé gedaan hebt, zorg er dan ook weer voor dat je mooi in je folie plaatst, dat je door kan gaan met je volgende passé. Want ten alle tijde wil je in het bovenste gedeelte ook geen vlekken creëren. Het toupage, dat geeft mij natuurlijk het mooie blendgevoel aan de bovenkant. Dat ik nog wat mooi, wat natuurhaar overhoud en wat mooi donker van een licht doorloopt. Hier zie je het nog één keer van dichtbij. Wanneer ik toupeer, zal ik maar één keer van halverwege mijn passé mijn puntkam naar beneden duwen. En dat doe ik bewust, want als ik het heel sterk ga touperen, is het weer moeilijk uit te wassen. Dus één keertje nu beneden duwen en dan vanuit daar kan ik mooi mijn balayage plaatsen. Gebruik ook een plankje, want met een plankje kan je je blondeer wat dieper in het haar wrijven, zodat de oplichting ook iets sneller en iets mooier gaat. Thank you.
Ik heb dus het bovenste gedeelte afgedeeld in 4 passés. 3 passés die zet ik in een balayage techniek. Maar zoals jullie kunnen zien, mijn voorste passé die laat ik eruit. Want die wil ik namelijk helemaal tot de aanzet gaan kleuren. En zoals we hem ook wel noemen, dat heet de money piece. En waarom heet het nou money piece? Dat voorste plukje, dat is natuurlijk tot aan de aanzet gekleurd. En die klant, die wil toch om de 6 weken, wil ze namelijk dat voorste, wil ze bijgekleurd hebben. Vandaar de naam money piece. Kan ze niet zelf en moet ze toch naar de salon komen. Wanneer je dan bent aangekomen bij je laatste passé, bij je money piece dus, plaats dan een stukje wat onder je passé. Want ik wil namelijk de blondering tot aan de hoofdhuid aanbrengen, maar ik wil ook niet dat die daarachter gaat vlekken en dat ik uiteindelijk een doorloop krijg van mijn blondering. Het watje zorgt ervoor dat de rest van het haar wat erachter ligt beschermd is voor de blondering en op deze manier kan je heel mooi tot aan de aanzet kan je blondering plaatsen. Wanneer alles bij mij erin zat, heb ik het een totale inwerktijd gegeven van 30 minuten. Soms is het een beetje behelpen met een dolhead, dus ik heb een collega gevraagd om mij eventjes te helpen. Nadat ik alle blondering eruit heb gespoeld, was ik het eerste keertje na met de Keramax shampoo om vanuit daar het haar te kunnen gaan tonen. Ik wil een wat koeler blonder eindresultaat hebben en niets is beter en makkelijker dan onze No Yellow shampoo van Kiss. Wat een zaligheid is toch die shampoo. Ik kan nou ook gewoon de muts erop laten, het onderliggende haar blijft beschermd. Ik ga royaal de No Yellow van Kiss opzetten en die laat ik dan 10 minuten laat ik die inwerken. Zorg er wel voor dat je een ruime hoeveelheid shampoo pakt, want zou ik een heel klein beetje gebruiken, dan heb ik gewoon te weinig pigmenten om dat kanariegeel wat je net zag, om dat eronder te krijgen. Dus royaal wat shampoo aanbrengen, lekker 10 minuten in laten werken en dan uitspoelen. Het ideale is dat de klant ook de No Yellow shampoo mee naar huis kan nemen. Dan heeft ze niet zoveel nodig, dan maar een heel klein beetje. En dan kan ze prima thuis haar mooi bijhouden om die koele tint te behouden. Na wanneer ik hem helemaal heb uitgespoeld, zal ik zo dadelijk nog een beetje conditioner eraan gaan brengen om die muts te verwijderen. Dit blijf ik altijd een enorm leuk moment vinden. Goed wat conditioner op die lengtepunten en dan de muts eraf trekken. Want al die lokjes die komen dan mooi zichtbaar, die liggen dan natuurlijk nog boven op het rest van het haar. Maar dan ga je hem lekker doorwassen en afsluiten. Heb ik nu allemaal niet op het filmpje gezet, want het is gewoon een ontzettend lang filmpje. En dan zie je zo mooi het eindresultaat. Hierbij het eindresultaat van mijn balayage techniek in combinatie met de koepselijners. Zoals jullie kunnen zien, een heel mooi eindresultaat. Ik heb de balayage techniek aan de voorzijde, plus die full highlight, die money piece zoals we hem ook wel noemen, en de koepselij in de rest van het haar. Dus een hele mooie en snelle techniek voor bij je in de salon wanneer je aan de voorzijde een complete highlight wil hebben. Heel veel highlights in het haar en je balayage techniek. Ik zou zeggen, succes allemaal!